masyarakat negara Suriname ya. Bisa ngenteni apa Mas Didin duweni frasing duweni Canur Gunung karo kanggo Suriname masyarakat negara Suriname. Ya, aku mau wis ngomong, aku bakal nyanyike lagu-lagu sing anyar. Lan uga muga-muga aku mengko bisa nyanyi lagu sing basa Sranang Tungu. Iya. Ya. Ya. Lebih Suriname karo liyane. Lan muga-muga saiki didikempot wis tekan kene. Bisa gawe bungah mbah-mbah kabeh sing mirsani ana ing antri ngestinang. Oke, okay, hij komt zo, dus de gemeenschap kan sowieso verwachten een deel van zijn nieuwe liederen die okay. Hij past heeft geschreven. Mm-hmm. Maar sowieso de oude liederen, of althans de liederen waarmee hij populair is geworden in Suriname, dat gaat hij ten gehore brengen in Anthony Nesty's Portal voor de ouderen, voor de generaties, noem maar op, jong, oud. Die komen allemaal aan zijn trekken. Van de vraag daarvoor is dat hij ook Surinaamse liederen gaat zingen. Okay. Hij heeft ook Surinaamse liederen geschreven. Yeah. Of altijd gezongen, misschien niet zelf geschreven. Zoals? Layangkangan is vertaald. Layangkangan is vertaald dus. Suriname, hè? Ja. Suriname heeft hij zijn tekst wel vergeten, omdat hij door hem zelf is geschreven. Oké. Okay. Maar Layangkangan is een van zijn liederen die... Ik ga niet zeggen all over the world, Indonesië is groot, yeah. Maar er is een Indonesian versie, er is ook een Surinaamse versie, okay. Een Nederlandse versie is er ook. Dus Layangkangan hebben ze eigenlijk vertaald. Okay. Suriname, ngelengke awakku. Suriname, ono kekasihku. Sawetara aku, ora ketemu. Aku kangen seliramu, yes.